Actie Lock Me Up Free Your Girl. Wat is de reden dat jij meedoet? Ja, de reden dat ik meedoe is natuurlijk omdat die meisjes, wat die overkomt in India, dat die in dit soort kleine ruimtes gewoon tegen hun wil en zonder dat ze er natuurlijk zelf ook al heel bewust bij na kunnen denken, gewoon vast worden gehouden en voor de prostitutie aangeboden worden. Ja, en daar willen wij eigenlijk toch wel aandacht voor krijgen. Ook al was het alleen maar voor de aandacht, nog niet eens zozeer, hè, want we hopen natuurlijk heel veel geld binnen te halen, maar ja, goed, of dat gaat lukken, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar we willen in ieder geval wereldwijd aandacht voor vragen. Ik ben als deelnemer gestart. Ik heb 2 jaar lang in een hokje gezeten tijdens de actie Lock Me Up in Enschede bij Fellini. En nadat ik dat 2 keer had gedaan, dacht ik, en nu? Toen ben ik daar met de teamcoach in Enschede, Nancy Rosberg, gezegd van, kan ik niet nog iets meer doen in Twente? En we hebben samen besloten dat we dat wel aandurfden. En we zijn een tweede locatie voor Free Your Girl in Twente begonnen. Free Your Girl is een organisatie die meisjes uit de gedwongen prostitutie haalt. En als ik zeg meisjes, heb ik het ook helaas heel vaak over kinderen. Jonge kinderen, met name in Azië. En nog weer verder ingezoomd is het ergst volgens ons in India. En wat Free Girl doet, is de kinderen bevrijden. Ze worden onder vreselijke omstandigheden in bordelen, soms echt in hokjes of op zolders of waar dan ook, echt gevangen gehouden. Daar gaan undercover teams naartoe. Die volgen dat een tijdje en vervolgens komt er dan in samenwerking met de autoriteiten daar een inval waarin ze overgaan tot bevrijding van deze kinderen. Om ze vervolgens op te vangen, maar ook weer te kijken hoe ze terug kunnen in de maatschappij. Het zij wel of niet naar ouders, ligt eraan wat die rol is geweest. En net zo belangrijk is ook het berechten van daders. Want anders stopt het niet. Je moet het ook ergens kunnen stoppen. Je hebt het over geborgenheid en veiligheid. Nou zit je in een heel klein, hele kleine ruimte. Hoe voel je je daarbij? Kan je inleven wat zo'n meisje in zo'n hokje? Nee, want ik heb kan ik kijken. Ik weet dat ik er weer uitkom. Het enige wat ik niet krijg is vandaag eten, maar is dat zo erg? Nee. Ik heb nog een schoon hoeslaken. Zij liggen daar op een hoeslaken te vies om uit te spreken wat er allemaal op ligt. Dan denk ik, nee, het maakt je ook wel alert hoe goed we het hier hebben. Hoe lang moet je nog? Tot 11 uur vanavond.